ik wist niet dat wij zo'n bel hadden. Oh my god, wat lelijk. Dit is mijn bel. Kom maar binnen. Forever hate intro's. Wie niet? Dat is altijd kut, vooral als je met z'n tweeën bent. Dat is dus zo'n... Hey! Ja, maar het is eigenlijk meer awkward voor degene die erbij zit, want ik zit dan echt zo... In de serie voor Suckers ga ik een paar weken langs bij verschillende gasten om te kijken of wat zij doen ook iets voor mij is. Oké, let's go. Ja? Ja. Hoi jongens. Hoi jongens, vandaag heb ik een nieuwe aflevering en het onderwerp vandaag is... Een musical! Ik kan gewoon niet enthousiaster dan dit. Zoals je kunt zien is dit... Pamela. Ja, Kloes. Ja. Vertel kind, waarom heb ik jou gevraagd om mij hierbij te helpen? Ja, dat vraagt me. Ik ben eigenlijk al sinds mijn 8e bezig met musical. Naast YouTube natuurlijk. YouTube. Ik doe ook gewoon naar YouTube. 18 toch? Ja. Wow, ik ben gewoon op dit moment al 10 jaar bezig met Daarom. Musical. Dat is gewoon een hele grote hobby van mij en ik wil daar later mijn beroep van maken. Misschien hebben we wel zo meteen de nieuwste musicalster. Nee, dat ben ik al. Oké. Misschien ook niet. Nee, graag. Oh my god, wat kut. Die samen met Pamela de nieuwste musicalster. Ik heb 2 professionele musicals gedaan. Van, gewoon professioneel, ja. Dat boeit eigenlijk niet. Pinocchio gedaan van Studio 100, toen was ik 8. Oh my god. En ik heb Siska de Rat gedaan van Stage, toen was ik 10, denk ik. Ik speel Betje en die is nogal erg dom. En vriendinnetje van Siska. En ja, dat... Ze is gewoon dom en ja. Een tuin van boterbloemen en een kat die altijd spint. Die kietjes om te zoenen en een hoedje met een lint. Ja, we hebben een soort checklist gemaakt. Ja. Voor wat je een beetje in huis moet hebben om musical te kunnen doen. Ja, want het is niet iets dat je zomaar kan oppakken van oh, doe ik even. Het is best wel een traject die je in moet. Het live party boekje. Ah, want live is a party. Zo slecht. Ik heb een paar dingen opgeschreven en ik moet zeggen, je kan nog wel 1000 dingen opnoemen hoor. Maar het is een beetje de basis. Het is een beetje de basisdingetjes die je wel een beetje in huis moet goed hebben om te weten. Mio's ook al te kunnen doen. Ik ga niet eerst zeggen. Verdomme. Nee. En de eerste is... Oké, de eerste is, en dat is meteen ook eigenlijk de allerbelangrijkste. Ja, je moet kunnen zingen, je moet kunnen dansen en je moet ook kunnen acteren. ik moet daarbij... Ja? In ieder geval, het allerbelangrijkste in musical is toch wel dat je kan zingen. Weet je, als je niet kan zingen, dan heb je denk ik wel een beetje een probleem. Acteren is ook eigenlijk een van de belangrijkste dingen in musical. Want ik bedoel, anders... heel erg extra, zeg maar, toch? Ja, je moet ook wel heel groot kunnen spelen. Want je moet natuurlijk wel de hele zaal kunnen meenemen in het verhaal. En denk je dat dat iets is wat iemand kan ontwikkelen? Of een soort van eigenschap ook zou moeten zijn? Weet je, want je moet natuurlijk wel echt durven doen. Nee, je moet wel een beetje in je karakter hebben dat je wel durft. Want je moet wel vaak echt grenzen over. Je moet altijd wel dingen doen wat je misschien eigenlijk niet zo heel erg leuk vindt en wat je in het normale leven misschien niet doet. Maar waar waren we nou met het verhaal? Ben even de draad. I don't know, man. Godsamme. En dansen dus. Ja, denk maar je dat dansen het minst belangrijk dan is? Nou, dat ligt eraan. Het ding is, als jij weer heel goed kan dansen, dan kom je vaak in het ensemble terecht. In de musical. Dat is ook belangrijk, want die moet je ook hebben. Meestal de hoofdrolspelers. In sommige musicals dansen die wel veel. Maar er zijn ook veel musicals waar meer het ensemble danst dan de hoofdrolspelers. Ja, dus dan is het net ook per rol en per... Ja, het is... Weet je, als je gewoon zo goed een... karakter kan overbrengen, dan valt het dans een beetje weg. Dan is dat niet per se het allerbelangrijkste. Nee. Dus als je niet heel goed kan dansen, want ik kan ook echt niet heel goed dansen. Dan kan je het zeg maar Dan kan je het echt nog wel redden in de musical. En je kan dat natuurlijk ook gewoon blijven oefenen, toch? Ja, tuurlijk. Ik bedoel, als jij les neemt, je leert altijd om beter te worden, zeg maar. Ik denk dat het handig is om af te vinken van, kan ik het een al beter dan het ander? En waarvoor zou ik zeg maar nog meer energie moeten steken? Van, misschien kan je al heel mooi zingen, maar is de dans wel minder? Precies. En dan ga je extra danslessen nemen of wat dan ook. Dus dat is hele, hele, hele belangrijke, denk ik wel. Als je hier het niet haalt, dan... Babies, we hebben nog genoeg anderen in de rij staan.
Als tweede hebben we. Je moet een doorzetter zijn. Ik moest even checken. Oké, ja, een doorzetter zijn. Dat is zeker waar. Want echt rekening mee houden dat je in deze wereld meer wordt afgewezen dan toegelaten wordt. Ja, heel naar ook. Op opleidingen, op theaterscholen, in een musical komen. Weet je, je gaat zo vaak in je leven afgewezen worden. Want er zijn natuurlijk heel... Ja, ik weet niet of er heel veel mensen zijn. Wel, ja? Er zijn heel veel mensen die jouwzelfde rol willen hebben, zeg maar. Ja, dus je moet eigenlijk heel veel zelfvertrouwen hebben ook. Ja, je mag af en toe ook echt best wel een beetje, soms een beetje arrogant zijn. Is de community nice? Ik heb geen idee. Als je echt, zeg maar, met gewoon... Als je echt met gedisciplineerde mensen zit, dan iedereen gunt het elkaar wel. Iedereen is ook realistisch. Iedereen weet van, ja... Jij past gewoon beter bij de rol. Ja, misschien pas jij beter. Of misschien ben jij net iets beter. Weet je, dat is gewoon zo. Moet je ook wel een beetje kunnen. Je moet het anderen wel een beetje kunnen gunnen. En je moet onthouden, musical is echt een groepsport. Onderwijssport. Ja. Groepsport. Je bent nooit alleen. Maar ook gewoon als jij de hoofdrol speelt, dan moet je niet denken dat jij de belangrijkste van het stuk bent. Want dat is niet zo. Want zelfs degene die achter in de hoek staat, is nog net zo belangrijk als de hoofdrolspeler. Dat is echt zo. Je moet ook goed dingen kunnen onthouden. Dat is ook wel echt iets heel belangrijks. Want... Hier, dit is echt niet mij gewoon. Ik ben zo vergeten. Want je moet niet alleen je teksten onthouden. Je moet liedjes kunnen onthouden. Je moet de tekst van je nummers kunnen onthouden. Je moet überhaupt onthouden wat je moet zingen. Alle koorpartijen. Je hebt natuurlijk ook, als je met z'n allen zingt, heb je verschillende partijen. Je moet onthouden wat jouw cues zijn. Een cue is zeg maar wanneer je op moet lopen, wanneer je af moet lopen. Je moet dansjes kunnen onthouden. Je moet eigenlijk alles in de musical kunnen onthouden. Bijvoorbeeld in een amateurproductie oefen je nummers wat langer voor. En dat doe je misschien 2 keer in de week. Ja. Maar als je in een grote productie staat, dan oefen je misschien 1,5 maand en dan echt elke dag. Dus dat komt echt wel in je routine. Ja, je wordt er echt ingestampt. Ja, dat wordt er echt ingestampt. En aan het einde doe je allemaal doorlopen. Weet je, uiteindelijk zit het er gewoon helemaal in en dan kan je het eigenlijk bijna niet meer vergeten. Dan moet je het gewoon dromen. Wat vind je het leuk, zeg maar, het uiteindelijk hele musical doen of gewoon die weg er naartoe? Ik vind persoonlijk de voorstellingen zelf het allerleukst. Ja. En natuurlijk, de repetities zijn ook heel leuk. Maar daarin heb je soms nog van, oh ja, een repetitie. Gaan we weer. Oefenen. Weet je wel? Ja. Maar als het eenmaal dan klaar is, en dan is het echt dan is het echt geweldig. En dan, als je dan ook terugkijkt op de repetities, denk je, oh, dat was eigenlijk best wel tof. Dat je dat allemaal stap voor stap allemaal uit je hoofd leert. Mm. Oké, next. Je moet ook kunnen improviseren. Dat is echt iets heel erg moeilijk. Ik denk dat het ook een soort van underestimated is, zeg maar. Dat denk ik, oh, doen nee, erbij. Jammer. Echt, oh. Persoonlijk nog niet, denk ik, echt meegemaakt. Of misschien is er een bepaald voorbeeld of zo van jou. Nou ja, wat er bijvoorbeeld altijd kan gebeuren tijdens een musical is dat bijvoorbeeld jouw tegenspeler zijn tekst vergeet. Ja, oh my god. Dat kan. Of dat je zelf je tekst vergeet, kan natuurlijk ook. Mm-hmm. Maar als jouw tegenspeler tekst vergeet, dan moet je daar ook op in kunnen spelen. Want als hij echt niet meer iets zegt, of hij of zij echt niet meer iets zegt wat eigenlijk belangrijk is, dan moet jij het eigenlijk precies zo kunnen vormen dat het toch wel weer klopt. Ja. Je moet het met elkaar doen. En daarom is improvisatie altijd zo belangrijk dat je dat krijgt op opleidingen en zo. Je krijgt het ook echt waar je ook toneellessen gaat volgen. Improvisatie krijg je altijd. Maar je kan natuurlijk niet, zeg maar, als jij gewoon je lines hebt, dit gewoon jouw line eruit dramt zo. En dat die ander zo staat van... Nee, dat kan niet. Weet je, dat lijkt me ook wel weer moeilijk. Want op een gegeven moment zit je natuurlijk, heb je de hele tijd zo erin gestampt. En dan ga je het gewoon, ratel je het er eigenlijk zo uit. Ja. Totdat, zeg maar, dat dan gebeurt. Dan kan dat niet meer. Dan moet je echt heel snel kunnen reageren. Dan is het inderdaad echt zo van... Ja, en daarom leer je ook improviseren. Nou, en dan de laatste, en daar zijn we eigenlijk al wel een beetje langsgekomen, is dat je er veel voor over moet hebben. Ja, dat is eigenlijk denk ik alles gewoon een beetje bij elkaar. Dat toch? Is het gewoon, ja. Je moet gewoon heel veel tijd erin steken. Is het duur, trouwens, denk je? Is het een dure... Het is best een dure hobby, zal ik vertellen. Alle lessen überhaupt die je moet volgen, kosten veel geld. Als jij in een productie speelt, je moet reiskosten betalen. Ja. Als je het echt leuk vindt, dan... Dan is het allemaal waard. Ja. Dan doe je dat ook gewoon, als je het echt leuk vindt. En dat is het denk ik vooral. Je moet het echt willen, want anders hou je het ook niet vol. Maar dat is eigenlijk met alles in het leven zo, maar met dit misschien wel extra. Want ik krijg ook heel vaak bijvoorbeeld reacties van mensen, ja, ik wil ook eigenlijk wel heel graag musical doen, maar ik kan helemaal niet hoog zingen. En, maar dan denk ik van... Dat kan je ook niet zomaar, toch? Dat kan je niet zomaar. Ik bedoel, als jij weet van jezelf, ik heb op zich wel een oké zangstem, dan kan je dat gewoon ontwikkelen. Daarvoor neem je lessen, daarvoor ga je zangles volgen, want dan leer je gewoon om hoog te kunnen zingen. Nou, jongens, ik hoop dat jullie het interessant vonden. En... Ja, ik hoop toch. Ja, dat je er wat aan hebben, dat je zeg maar zelf die checklist af kan gaan. Of je opeens denkt, zo, dit lijkt me wat voor mij. Dat lijkt ons super leuk om te horen. En vergeet natuurlijk ook niet op het kanaal van Pamela te kijken. Dat zou ik ook heel leuk vinden. Dat was het alweer. Ja! Dus dankjewel voor het kijken en doei!
Doei doeg. A mí me gusta cuando baja downtown. Le pido que se